Dag iedereen en welkom bij het Subculture Spreekuur, de show waarbij wij jou de spellen brengen, zodat jullie veilig thuis kunnen blijven. En we hebben in de vorige aflevering met Dr. Tijn natuurlijk al een aantal spellen besproken, zoals spellen voor twee spelers en welke je solo kan doen. Maar vandaag hebben we weer een gloednieuwe aflevering met jullie vragen die ik aan een nieuwe dokter ga stellen. Hij heeft voor elk kwaaltje een leuk spel en een leuk verhaaltje. Hier is dokter Jasper. Hallo, ik ben Jasper. Waarom zijn spellen gezond? Voor mij is het heel leuk bij een spel altijd om heel ergens anders te zijn. En natuurlijk is dat, je bent bezig met welke zet moet ik doen, wat moet ik doen om te winnen. Dus daarmee zit je qua mindset ineens ergens anders. Maar een hele hoop spellen die brengen je ook letterlijk ergens anders met hun verhaal. En dat is wat mij naar spellen trekt. Anders nog iets? Nou dokter, ik heb nog wel een vraagje. Wat zijn nou echt goede instapspellen voor groepen met meer dan twee spelers? Voor meer dan twee spelers? Ik wil eigenlijk beginnen met Ticket to Ride. Veel mensen kennen Catan en dit is eigenlijk, ik noem dit een beetje het nieuwe Catan. Wat je hier doet is treinroutes bouwen door Europa. En de spelprincipes zijn super simpel. Je spaart kaarten van een bepaalde kleur. En als je genoeg kaarten van een kleur hebt, dan kan je een route neerleggen. En degene die het beste routes weet te bouwen, lange routes, routes die aan elkaar liggen, routes die met een geheime missie te maken hebben. Degene die dat het beste doet, die wint dit spel. Wat er zo fijn aan is, is dat je al met al toch drie kwartier tot een uur lekker tactisch bezig bent. Maar dat de beurten wel lekker snel gaan. Wel eentje noemen die ik nog steeds heel erg leuk vind. En dat is deze klassieker. Carcassonne. Trouwens ook heel goed met z'n tweeën. Maar Carcassonne, daarin ga je met z'n allen één landschap bouwen. Alleen, het is niet helemaal coöperatief. Want je probeert in dat landschap zoveel mogelijk van de onderdelen te claimen. En natuurlijk de onderdelen die het beste lopen. Dus de grootste steden, de langste wegen, de meest rijke kloosters, die probeer je van jou te maken en niet van een ander. Even iets waar veel mensen misschien nog niet van gehoord hebben. Flamme Rouge. Een wielrenspel. Nou moet ik eerlijk bekennen, ik ben zelf totaal geen wielrenner. Maar dit spel heeft ervoor gezorgd dat ik wielrennen ietsje interessanter vind om naar te kijken. Wat je hier gaat doen is koersen over een parcours. Dat parcours dat bouw je met elkaar van tevoren. En je hebt een sprinter en een rouleur. Dat is dus teamwerk tussen twee wielrenners. En die proberen zo handig mogelijk te manoeuvreren over de baan. En je hebt hier allerlei dingen in, zoals de weerstand van degene die voorop liggen. Je hebt het peloton waarin je probeert mee te komen. Je hebt sprinters. Dus er zit een heleboel tactiek in van wielrennen. En tegelijkertijd is het een tactisch en simpel spel. Even kijken, nu moet ik even nadenken. Een van mijn favoriete spellen die je met grote groepen kan spelen is Dixit. Dixit, dank je. Nog een klassieker, een moderne klassieker zeg maar. Dixit is een heel ander soort spel. Het is een spel waarbij je een beetje empathisch en creatief moet meedenken met de ander. Wat je gaat doen is kaarten met allemaal sprookjesachtige plaatjes erop, die ga je spelen. Dus als ik aan de beurt ben, dan kies ik een van mijn kaarten uit mijn hand. Dan bedenk ik een hint bij die kaart die door sommige spelers wel geraden gaat worden en door andere spelers niet. Althans, dat is mijn bedoeling. Dus ik wil een beetje in dat grijze middengebied zitten van of het begrijpelijk is wat ik zeg. Heb ik mijn kaart gekozen, dan gaan alle andere spelers bij mijn hint ook een kaart uitzoeken. Dus bijvoorbeeld ik zeg de hint doornroosje. Dat kan van alles betekenen. Alle spelers gaan bij die hint doornroosje een kaart zoeken, waarmee zij de andere spelers gaan proberen te misleiden dat hun kaart de mijne was, de oorspronkelijke kaart. Superleuk als je elkaar kent en ook superleuk om elkaar nog beter te leren kennen. Nou, er ligt gelijk een andere hele goede naast. Misschien ook niet zo bekend, maar Diamant is een zogenaamd push-your-luck spel. Dat is dus niet alleen maar geluk, maar dat is omgaan met geluk. Omgaan met kans. Je gaat hier op expeditie
een tunnel in. Eigenlijk 5 tunnels achter elkaar. En in die tunnels, daar liggen diamanten voor het oprapen. Maar daar liggen ook allerlei gevaren op de loer. Wat je probeert is zo diep mogelijk die grot in te komen. En zoveel mogelijk diamanten naar buiten te slepen. Maar wel op het juiste moment ook weer terug naar buiten te gaan. Met de grootste buit. Elke keer besluit je, ga ik door of ga ik terug? En al jouw medespelers besluiten dat ook. En je moet goed inschatten wat de anderen gaan doen om te zorgen dat jij de rijkste wordt. Nou, dat doe je 5 keer en degene die zijn schatkist het meeste gevuld heeft aan het einde, die wint diamant. En wil je een van deze dingen bestellen? Dan kan dat natuurlijk via shop@subcultures.nl. Je kan ons telefonisch bereiken, vast of anders mobiel. En bestellen kan ook via Facebook of Instagram. Bedankt voor je advies, Dr. Jasper. Graag gedaan. Ja, dat was het spelletje Spreker voor vandaag. Heb jij nou nog een brandende vraag voor bordspellen die je aan ons wil stellen? Vraag die dan vooral en dan komt die in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en onthoud, hou je handen schoon, blijf veilig thuis en speel vooral veel spelletjes.